visualiseren van interieur en stembouw. Dus eigenlijk een beetje architectural visualization, maar dan wat tijdelijk gebruik. Daar kan ik ook van, wat van laten zien. Dan zie je een beetje wat ik... bijvoorbeeld, dit is dan wat er onlangs is opgeleverd in Frankfurt. En dat moet er dan ook ongeveer in de werkelijkheid zo uit gaan zien. Dus dit is wat er net van de week is gebouwd voor een beurs voor DSM. Dus hetgeen waar ik de afgelopen paar jaar mee bezig ben geweest, of is om in een Blender-onvriendelijke omgeving, namelijk Vectorworks, SketchUp en Vida Cinema, Blender te proberen te integreren. En dat is nu na een aantal jaar goed gelukt, ook met de hulp van Matthijs. Maar dat is ook een stukje acceptatie, want in het begin wordt het toch een beetje gezien als een soort hobbypakket, vooral ook als je in een internationale groep werkt. Ik ben overigens de enige Blender-gebruiker in die groep, maar we hebben nu wel een stagiaire die daar... die we een beetje weten los te peuteren van het name and check gebeuren, Vectorworks. Ik ben eigenlijk sinds 2003 een beetje met Blender begonnen. Toen een ander pakket ermee stopte. Je had toen in de tijd nog Corel. Corel had ook een 3D suite, Corel Dream. En daar zijn ze ooit mee genokt, want ze maken altijd hele mooie software die ze later weer om zeep brengen. Dus zocht ik een alternatief. En dat had ik vrij snel in Blender gevonden toen dat eigenlijk net open source was, 2003 geloof ik. En ik merkte dat er eigenlijk gewoon heel veel in kon qua visualisatie en modeling. En sindsdien ben ik gewoon heel erg enthousiast, ben ik ook wat in contact gekomen met de Blender Institute en doe daar ook soms wat werk voor. Ik kom zelf uit een printing achtergrond en als zij wat printing nodig hebben, dan kan ik dat weer aan hun aanbieden. Dus dat even over mezelf. De Blender Amsterdamse meetup, we zijn begonnen in 2014, dus dat is alweer 3 jaar geleden. We komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. Dat fluctueert een beetje aan de hand van activiteiten van anderen. We komen bij elkaar in diverse makerzones. Het meest in de ZB45, dat is in Amsterdam-Oost. Dat is een wat gedereguleerde makerzone. Ik weet niet wie is er wel eens geweest. Of Patrick natuurlijk. Dus dat is een ruimte waar je makkelijk presentatie kan geven. Een beetje het gevoel van eigenlijk het originele Blender gevoel. Een beetje een kraken omgeving. Maar wel met alle faciliteiten op een redelijk niveau. En een goede ijskast. Met bier. Met bier, onder andere. Goed bier. Maar we zijn daar niet mee getrouwd. Dus we komen ook regelmatig bij andere makerszones of andere plekken waar wat faciliteiten zijn. Dus als mensen... zoiets hebben van, goh, ik heb een mooie meeting faciliteit waar je wat kan vertellen over wat je zelf doet, dan zijn we daar zeker voor in. We zijn bijvoorbeeld ook niet zo lang geleden of vorige zomer in de Maak Haarlem geweest. Maak Haarlem is een wat grotere makerzone en daar hebben we wat een talk gedaan over 3D printing. Dat was met Dolf Veenvliet. We doen wel eens workshops. Dat is meestal gewoon voor kostprijs, dus op basis van vrije bijdrage. We geven demo's. Bezoekers of leden kunnen hun eigen portfolio presenteren. Dus dat kan handig zijn om op die manier wat exposure aan je eigen werk te geven en eigenlijk je carrière. Het is altijd een hele goede manier van question and answer. Want er zitten altijd mensen in de groep die meer verstand hebben van zaken dan jijzelf. We hebben elk jaar de World Blender Meetup Day presentation. Kennen jullie de World Blender Meetup Day fenomeen? Dat is eigenlijk geïntroduceerd door een Amerikaanse studio. En die hebben dan een webcast 48 uur, geloof ik, wereldwijd. Waarin bij allerlei... 24 uur, overdrijf wat. Waarbij allerlei studio's over de hele wereld een participatie kunnen doen op een webcast. En dat wordt dan wereldwijd uitgezonden op onder andere YouTube. En dat is behoorlijk aan het groeien. Dus dan doen wij ook altijd een half uurtje of een kwartier of zo. Ja, zoiets. Wat er hier zoal speelt. En social networking en beer en other beverages. Dit laat een beetje... Ja, het is weer een typische TED-talk. Dus dan moet je zo'n graph, stats, slide. We zitten nu op dus 270 leden. Maar realistisch gezien zijn er een stuk of... 80 denk daarvan die ooit wel eens geweest zijn en een vaste groep van toch wel 50 mensen die meer dan 1 keer komen en daar weer een deel van
mensen als wij en Patrick en nog drie anderen. Nee, het is een groep, ik denk twee dozijn die echt wel regelmatig bij elkaar komen. Er is eentje zoals niemand. Dit is het aantal inschrijvingen per... Eén keer was er niemand. Oh ja, precies. Dat was in 2014, in oktober. Oh, dat was die ene keer dat we bij elkaar kwamen en dat er niemand kwam. dus dit geeft een beetje aan van de groei. Soms inderdaad als er een wat meer exposure wordt gegeven, dan krijg je wat meer inflow. Maar je hebt natuurlijk uiteraard ook heel veel, dat is typisch aan meetup, heel veel mensen die zich voor 30.000 meetups inschrijven, omdat het allemaal heel cool staat, sociaal, weet je, maar die dan eigenlijk geen tijd hebben om te komen. Dus dit laat een beetje de opkomsten zien van de leden. Dus meestal zijn er wel iets van 10 mensen of zo. Ik geef even. Heb jij wat voorbereid of iets te melden? Ik wil nog wat meer over meetup. Ja. Meetup eigenlijk ook gewoon even over nu. Het idee is ook een beetje van om dit eigenlijk een beetje een meetup te laten zijn. Zoals we die normaal doen, naar zeggen. En wat we bijvoorbeeld vaak mee beginnen is even een rondje. Nieuwe mensen, maar ook gewoon mensen die al zijn. Laat even zien wat je aan hebt gewerkt sinds de laatste meetup. Bijna iedereen heeft altijd wel weer wat interessants te vertellen. Of als je nieuw bent, laat gewoon zien wat je doet voor je werk. Of dat soort dingen. Dus misschien kunnen we zo ook even een klein rondje, als je wat dingen online hebt staan of zo. Dus zoek David het even op en dan kunnen we even aan elkaar laten zien wat we doen. Daar beginnen we meestal een beetje de eerste helft. Komt daar meestal wel mee vol. En dan hebben we meestal een beetje actuele onderwerpen. Dus bijvoorbeeld vorige keer hadden we wat over de Blender Conference, over Blender 2.8 gepraat. Er is ook altijd heel veel ruimte voor vragen. Dus als je zelf ergens mee zit met je eigen project waar je niet uitkwam, dan kan je daar even vragen. En dan is er meestal wel iemand die het uit kan leggen. Of soms ook gewoon artistieke advies wordt er ook gewoon gegeven. Ik vind het altijd best wel leerzaam. En ook, je zit daardoor, ik bedoel, meestal zit je samen in je eentje achter je computer een beetje te blenderen. En nu zit je gewoon met meer mensen achter je computer een beetje te blenderen. Dus ik bedoel, het kan niet beter, toch? Dan zal ik gelijk even wat over mezelf vertellen. Van wat ik doe. Ja, doe maar even hier en ik heb het op. Ja, wat dat betreft is die eerste doelstelling in ieder geval eigenlijk wel geslaagd van de meetup. Namelijk om zelf mijn leercurve te versnellen. Dus in die zin is de doelstelling eigenlijk geslaagd. Want ik vroeg me toen eigenlijk af van, goh, waarom is er geen meetup in Amsterdam? Want je hebt ze in Detroit, in Londen en niet in Amsterdam, terwijl het instituut hier was. En toen zei Bart tegen me van, don't ask what Blender can do for you, but see what you can do for Blender. En doe het gewoon zelf. En toen ben ik daarmee gestart. Eigenlijk was de doelstelling om gewoon zelf mijn leercurve te versnellen. En dat is sindsdien behoorlijk gelukt, ja. Ik zou mezelf een beetje een medium to advanced Blender user scharen of zo. Ik gebruik het niet zo lang als David, maar wel intensiever, denk ik, want ik gebruik het ook gewoon voor mijn werk. En op het moment hou ik me bezig met historische reconstructie van kastelen of apps voor museums of een beetje de combinatie 3D en geschiedenis. En voor de rest ook gewoon projecten tussendoor voor mijn eigen portfolio. Of gewoon om mijn skills hoger te houden. Welkom trouwens. Dit zijn een aantal van de projecten waar ik door de tijd ben bezig geweest. Dit is bijvoorbeeld een van de kastelen en dit is een andere. Dit is het kasteel Poelgeest bij Koude Kerk. Ik weet niet of iemand van jullie Koude Kerk kent. Ligt in Zuid-Holland. Dit is kasteel Duurstede, waar Wijk bij Duurstede ooit de wijk bij is geworden. Dit zijn allebei op het moment ruïnes. Van deze is dat nog maar één torentje af. Maar er zijn veel tekeningen gemaakt. En ik vind het heel leuk om dat dan op te zoeken. En dan weer compleet op te bouwen en te herleven. En in het geval van Koude Kerk is dat zelfs een VR-tentoonstelling geworden. Dat was echt heel leuk. En ik ga er nog wat meer over. Ik ga het ook laten zien en vertellen in de open stage. Ik weet niet of het morgen is of overmorgen. Of vandaag. Ik weet niet. Nee. Ik zie wel wanneer dat komt. Maar ook gewoon andere dingen zoals schepen en wat meer artistiek. Dit is kasteel De Herne, niet zo'n heel bekend kasteel. En deze heb ik kleine artistieke vrijheid ingenomen om het poortgebouw een beetje aan te passen, want ik vond het leuk staan. Dus ik doe het niet altijd super historisch, maar dat zeg ik er dan meestal ook bij.
Verschilt. Bijvoorbeeld Duursteden is gewoon uit mijn eigen idee gekomen. Windows, hoi. Kasteel Duursteden is uit mijn eigen idee gekomen en ben ik begonnen. En daarna ben ik naar Duursteden toegestapt. Ik heb daar nog niet heel veel aan de praat gekregen, maar ik moet nog even de juiste mensen vinden. Ook nog niet heel veel tijd ingestopt verder, maar... En Koude Kerk was in opdracht van de lokale historiegenootschap. Van een aantal leden uit de regio die dat interessant vonden om een keer te zien. En ik heb bijvoorbeeld ook aan een app gewerkt voor het museum. Hoe heet het museum ook weer in Amsterdam? Niet het Rijksmuseum, maar het Van Pierson Museum of zo. Allerpiercing Ja, daar heb ik een app voor gemaakt. Met de Cardboard app. In samenwerking met een student van de Vrije Universiteit. Dus dat is ook erg leuk om te doen. En voor de rest gewoon een beetje hobby dingen. Zoals wat Star Wars fanart. Of mijn eigen ruimteschepen. Ik vind het ook heel leuk om met low poly bezig te houden. Het is gewoon een soort van cartoon in 3D of zo. En dat spreekt me best wel aan. Dus ja, dat is een beetje wat ik doe eigenlijk. Dus in de stijl van een meetup. We kunnen een rondje doen en vertel even of je naam. Ik weet niet, kan de mic door de zaal heen? Ja. Oh, hij hoort het niet, kan waarschijnlijk dus. En dan doen we even een rondje. Zeg even een website of iets waar we even op kunnen zoeken wat je doet. Hallo allemaal, ik ben Simon, developer bij het Blender Instituut. Ik heb Alembic support in Blender 2.79 flink verbeterd. En flink zitten werken aan Flamenco voor gedistribueerd renderen. En daar komen ook weer nieuwe coole features aan. Dat je ook Subversion repository kan aanmaken in de cloud en ook... dingen buiten Subversion om ergens in storage kan zetten. Met als voorbereiding om echt te kunnen samenwerken tussen teams. Niet alleen binnen één studio met toegang tot lokale netwerk. Maar ook via internet met mensen die bijvoorbeeld thuis in een ander land werken. Ja, als je website flamenco.io. Maar... Hm? Wanneer komt de live samenwerking? Is tricky, want... Blender staat niet echt bepaald toe dat je met z'n tweeën in één file zit te werken. Dus dat wordt remote desktop share of zo. Ik ben Jasper van Nieuwhuizen. Ik zit een beetje in animatie. Website is linesofjasper.com. Misschien even laten zien. Een tijd geleden heb ik aan de kleine vampier die draait in de bioscoop meegewerkt. Heeft helemaal niks met Blender te maken, maar was wel heel leerzaam. En nu ben ik freelance en zit soms een beetje kleine projectjes te doen en een beetje aan te klooien. En ik ben ook steeds meer technisch gaan doen, veel scripts, meer de development kant op aan het gaan eigenlijk. Ja, dit zijn de dingen. Het is, wat hierop staat is meestal met meer mensen gemaakt en dat is een combinatie vaak van Maya en Blender. Ik was dan met dit team de enige die Blender gebruikt. Dit is in Blender gerenderd. Ja, ik maak niet zoveel van mijn visuals. Ik ben meer op de achtergrond bezig. Dus daar kan ik niet zoveel van laten zien. Ja, met 3-4 man. Ja. Als het kan, gebruik ik zelf met name Blender. Maar heel vaak met samen dingen, dan is het toch Maya wat je gebruikt. Ja.
Dit niet. Nee. Oh ja, als je die meest linkse aanklikt. Die heb ik, nou, het is ook alweer een tijdje geleden, anderhalf jaar geleden of zo gedaan. Die is wel helemaal in Blender gemaakt. Ik vind die helemaal te laten zien, zo boeiend is het niet, maar. En ook die karaktertjes, die staan gewoon echt, dat zijn 2D dingen, super crap sample geanimeerd, maar die staan ook wel echt gewoon in 3D in de ruimte. Uiteindelijk cycles. Dat je net toch iets meer, een klein beetje van die mooie wat schaduwwerking en lichtval krijgt. Dat het net iets, dat heeft het mooier aanvoelt. Er zijn geen tool materials. Nee. Die vind ik eigenlijk niet zo fijn, maar. Ik zei, die tool materials heb ik niet gebruikt. Die vind ik niet zo relaxed eigenlijk. Nee. Maar ik wil gewoon net iets meer diepte in het geheel. En met cycles werkt het gewoon heel fijn. Ja. Ik kan het, ja, hoe je het belicht en materials gebruikt, heel plat. Toch relatief plat houden. Dus. Ja. En sampling. Gebruik je. Wat voor soort sampling? Branched of gewoon? Of? Nee, meestal geen branched. Het is op zich heel fijn, maar. Oh ja, dit is zo'n soort collectief dus waar ik nu bij zit. Van alles nog wat. Maar met. Ik heb zelf niet zulke goede ervaring met branched. Het is bij mij eigenlijk altijd langzamer, omdat ik gewoon te veel dingen nodig heb. En dan moet ik toch allemaal omhoog schroeven en dan is het niet sneller. Dus. Ik heb wel zitten kijken van, oh, dan ga ik het een beetje kijken van, kan ik dan door de lima, alleen die wat hoger zetten om de noise een beetje weg te krijgen. En dan uiteindelijk maakt het voor de rendertijd geen moer uit. Dus, maar ik moet zeggen, wel met die nieuwe denoiser vind ik wel heel fijn. Vooral ook meer voor dit soort platte dingen, weet je. Een beetje smoetsig en een beetje blurren en zo, dat maakt toch helemaal geen moer uit. Kan die rendertijden echt gigantisch naar beneden. En dat je dat gewoon hebt. Alleen voor animatie is het. Een beetje een uitdaging. Als je de noise per frame refreshed, mm-hmm. Dan wordt het echt een beetje chaotisch. Als je dan te veel ruis hebt, dan ga je dat zien, ja. Zo'n JPEG-achtige afronding. Ja. Ik heb ook bij die Skelter-animatie was toen iemand ook bezig dat die. Volgens mij per tile of zo ging hij een beetje kijken hoe die, dat is uiteindelijk niet echt in de echte blender gekomen, hoeveel samples die moest gebruiken. Adaptive sampling was het, geloof ik, dat heette. Heb ik daar nog voor gebruikt en toen heb ik volgens mij de noise niet per frame veranderd. Maar dat werkt op zich ook wel. Als je goed kijkt, dan zie je het wel echt, maar dat werkt ook al fijn. Nou, daar kon ik wel wat sneller renderen. Dat scheelt wel. Zullen we wel even Ja, hi, ik ben Patrick. Ik werk bij architectbureau als maquette manager. Dus ik ben grotendeels met mijn handen bezig en ik gebruik Blender soms af en toe voor modelleren, soms voor 3D print-achtige dingen, maar grotendeels gewoon voor mezelf als hobby. Mijn website heb ik een jaar niet geüpdate, dus al mijn nieuwe dingen zitten op mijn laptop. Maar misschien kan ik gewoon
als indicatie het blend idea. Blend idea. Dus ja, nee, vergeet. Ja, en dan wordpress.com. Ja. Misschien kun je even naar beneden scrollen, een beetje. Ja, ik bouw een soort stad en ik heb een verhaal over een verloren hond. En ik heb wat figuren die daarin spelen. En ik ben aan het worstelen van hoe maak je een gigantische scène en hoe probeer je dat zelf te renderen. En wat zijn de uitdagingen om zeg maar een soort animatie van een paar seconden voor elkaar te krijgen. Ik heb wel wat vooruitgang geboekt. Helaas kan ik het zo niet laten zien, maar waar ik meestal mee worstel op dit ogenblik is mijn verlichting en zeg maar proberen een beetje het sfeer in te krijgen. Maar kom goed. Alleen het duurt heel lang. Je bent waarschijnlijk wel geïnteresseerd in Dylan Groos' stage. Creating a short film, one hour as one person. Oké, nou, hi, Willem van der Veren. Ik heb een microstudiootje, namelijk ik. En daarnaast, dat doe ik naast een volledige baan. Dus het is voor mij hinkelen op twee benen. Eén been hobby, één been half professioneel. Ik heb de laatste half jaar wel een versnelling aangebracht. Ik heb een van de ruimtes in ons huis omgebouwd tot een echte studio. Dus daar heb ik nu meerdere beeldschermen, planborden, weet ik het allemaal nog meer, om het allemaal goed te gaan uitwerken. Ik ben niet zo'n hele erge sterke animator, niet zo erg ingezoomd op de techniek van het animeren. Ik ben meer van, laten we zeggen, de grote lijn. Conceptueel en verhalen. Het project waar ik nu mee bezig ben, dat is dus zeg maar op het kruispunt van techniek, kunst en maatschappelijke problematiek. Ik adresseer nu het onderwerp voedselproblematiek in het jaar 2050. Daar ben ik nu een film over aan het opbouwen. Welke problemen dat we tegemoet kunnen zien en welke oplossingen dat wij daar wellicht voor zouden kunnen gaan bedenken. Een beetje een promotiefilm, een beetje een film om de mensen op te wekken om er eens over na te gaan denken. En dat is waar ik nu mee bezig ben. Wat ik eigenlijk mis, dat is een netwerk van mensen binnen Nederland, waar ze in het buitenland die luxe wel kennen met allerlei clubjes her en der. Te raden te gaan op het moment dat ik vastloop in techniek of wat dan maar ook. Op geluidsgebied ben ik aardig voorzien. Dus daar heb ik zat mensen om me heen die op het gebied van geluid, muziek, effecten, et cetera, van alles en nog wat kunnen. Maar als het gaat om... Als het gaat om netwerk, zou ik er in Nederland wel behoefte aan hebben om wat meer backup te hebben van andere mensen. Waar ik dan zeg maar mijn sterke punten en mijn zwakke punten mee kan complementeren. Ja, oké. Okay. Dat was het. Ik weet niet of er nog vragen zijn voor de rest. Maar... Dordrecht, dus dat is vlak bij Amsterdam. Ik zit in een ondernemersorganisatie. Een ondernemersorganisatie? Ja, een van de grotere ondernemersorganisaties in Nederland. Wij hebben alles bij elkaar zo'n 4.500 bedrijven als lid. Ik hou me daar bezig met een stuk onderwijs. Ik hou me daar bezig met het bestuur en de ledenraad van de hele club. Ik hou mij bezig met specifieke onderwerpen zoals koelgassen. En dan heb je het over natuurlijke koelgassen en gefreoniseerde koelgassen. Ik bezoek bedrijven, dus ik ben vrij veel in het land onderweg om bedrijven in de categorie 50 tot 250 man personeel te bezoeken. Dus ik kom her en der. Maar dat heeft dus helemaal niets te maken met mijn opleiding of mijn vorming of wat dan ook van vroeger. Dus...
Dat is moeilijk om te zeggen. Ik wil daar niet helemaal naar terug, want ik ben redelijk conceptueel bezig. En ik duik wel in de techniek als dat nodig is, maar ik zou liever wat technische support hebben. Dus. Hi, André Lebank. Werknaam meestal bytehouwer, B-Y-T-E-H-O-U-E-R, oftewel een beeldhouwer met bytes. Dat is wat ik ben. .nl. Dat is mijn domein. Ik heb me al een tijd niet geüpdate, hoor. Dus iemand die niet weet hoe je bytes schrijft. ...25 jaar ervaring als onderzoeker in het ziekenhuis, binnen afdeling cardiologie. En ik maak dingen. Ja, dat zijn plaatjes. Meestal is nog geen blender. Dat is Poffray meestal hier. En bij papier-mâché zitten wel een aantal dingen die ik oorspronkelijk in Blender heb ontworpen. Ik gebruik Blender tegenwoordig vooral in combinatie met mijn 3D-printer om mallen te maken voor mijn keramiek, want ik maak ook keramiek. En voor de rest ben ik op dit moment docent op een middelbare school en geef daar natuurkunde en NLT, natuurleven techniek. Dus dat is denk ik mijn kant. Dit is Poffray. En, sorry? Die zit, als je nog eentje teruggaat, dan kom je bij papier-mâché. En daar zit waarschijnlijk nog een. Even kijken hoor. De kat die daar staat is gedeeltelijk in. Deze heeft wel geen blender frame. Nee, dingen staan er allemaal nog niet op. Maar ik maak tegenwoordig in Blender maak ik een 3D-belegging. Die ga ik printen, daar maak ik karton van. En dan vervolgens maak ik daar een groot papier-mâché ding van. Dus dat andere plek kan je dat wel vinden. Maar dan weet je nou van wie ik ben. Weet je wat ik moet vertellen? Ik ben Martijn Berger. Ik heb het afgelopen jaar geen Blender patches gemaakt. Niet aan de Windows beeld gewerkt. Niet aan de Mac beeld gewerkt. En ik voel me er schuldig over. Maar voor de rest. Nee, het is denk ik. Ik heb een bedrijf dat kamertechnologie maakt voor de sport. Voor analyse. Real-time analyse van sportieve prestaties. En daar ben ik mee bezig eigenlijk. Voltijd. Een beetje meer. Maar ik hoop binnenkort weer tijd te hebben voor Blender. Ik heb vanaf 2011 Blender gedeveloped. Kleine dingetjes en cycles. En ik heb de hele tijd de Windows beeld bijgehouden. En de Mac beeld toen daarmee gestopt werd. Ik weet niet wie dat nu doet. Ik denk dat Sergey het de facto doet. Ik denk dat ik het weer moet gaan doen. Want die vindt Mac niet echt heel leuk. Ja. Hè? Oh, heb ik ook gedaan, ja. Bier drinken, dat soort dingen. Nee, ik kom er wel eens, maar de laatste tijd ook niet meer zo vaak, hè? Nee. Ja, goed. Nou, dat was het eigenlijk. Ik ben Niels Faber en ik ben 3D-ontwerper. Ik gebruik Blender in professionele werkomgeving ook rond 3D-printing. En dan voornamelijk in een beginfase om heel snel ontwerpen te kunnen maken die niet per se printbaar zijn, maar wel ter visualisatie naar een klant toe. En in mijn vrije tijd werk ik mee aan een project aan TU Delft dat een ruimtevaartschip ontwerpen inhoudt. Dat zich vastlegt op een asteroïde en gaat ontginnen van die asteroïde en zoiets gaat uitbouwen. Daar zit ik. Het heet D-Start, maar ik weet niet of mijn renders al online staan. D-Start Amekaar en Angelo Vermeulen, dan kom je er zeker op uit. Dus in dit project is het eigenlijk een doctoraatstudie waar men op zoek gaat om een artificiële intelligentie te ontwerpen. En dit zijn nog niet mijn renders, maar die staan nog niet online.
Waar we daar op zoek zijn, is naar een manier om via het particle systeem een soort een 20.000-tal particles te gaan animeren. En dat geeft wel wat moeilijkheden. Dus als er mensen zijn die daarover informatie kunnen geven, kunnen die altijd contact opnemen met mij. Ja, ik ben Roman Blacky en ja, ik werk eigenlijk in hetzelfde bedrijf als Niels. We zijn trouwens Belgen, als dat nog niet duidelijk mag zijn. Wij werken allebei bij Materialize. Ik zit bij design en engineering. Ik gebruik Blender daar vooral voor concept design. Voor snel concepten te creëren en eigenlijk ook voor rendering vooral. In bijberoep ben ik eigenlijk ook nog concept artist of 2D artist en daar gebruik ik Blender op het moment vooral voor mock-ups te maken en als onderlegger voor mijn digitale paintings. En ik ben het nu eigenlijk steeds meer aan het gebruiken, hopelijk ook meer de renderings als finaal doel in plaats van nog alles te overpainten en dergelijke. Ja, ik heb een portfolio als PDF, maar het is via zo'n tiny CC URL, dus ik weet niet als je dat... Dus HTTP en dan tiny.cc. En dan slash 2S. Nee, ja, de, hoe noemt dat? Backslash of... Ja. 2S43MY. 43. Ja, en dan MY. Ja. Oh. Wil je even zien? M. M van, ja, mij eigenlijk. Ja, de eerste afbeelding gaat een, meer een kindertekening zijn, maar de rest is zo wat meer mijn stijl. Het kan zijn dat het vrij zwaar is. Op het moment vooral voor mijn eigen. En ik ben nu in gesprek met bijvoorbeeld voor boekcovers en dergelijke van uitgeverijen. Het is nog niet zozeer dat het echt in de entertainmentindustrie is dat ik dingen doe. Maar daar hoop ik wel ooit meer te kunnen doen. Ja, inderdaad. Hallo, ik ben Valeria, oorspronkelijk vanuit Oekraïne en nu woon ik in Amsterdam. Ik ben een total newbie in Blender, zelfs half jaar bezig met. Ik ben benieuwd wat kan ik doen met Blender. Nu doe ik interior visualization, sorry. Ja, dat is het. Geen website? Nee. Nog niet, in de maak. Niet met visualizations. Okay. Dus zelfs ben ik kunstenares. En ja, ik heb een website met mijn schilderijtjes, maar het is off-top. Ja, oké. Okay. Hey, ik ben Vasily Navratilis. Ik kom uit Gorinchem, niet uit Amsterdam. En ik ben op hobbyniveau bezig met Blender, maar wel vrij fanatiek. Ik zit vooral in de NPR-hoek. Dat is dus in wijze waar meneer Lara hier ook met Greasepencil over had gesproken. Maar ik probeer eigenlijk anime wat meer binnen Blender mooier te krijgen en kijken of we dat inderdaad kunnen gaan gebruiken voor het 2D-proces iets meer naar 3D te gaan trekken. Ik heb geen website, ik heb wel YouTube. En als je mijn naam, die staat op mijn kaart,
intikt voor YouTube, dan kom je op mijn... Vasily Novratidis. Ja, D. Nee, D. Ja. Ja. En daar zie je Umineko no Kokoro in... Oké. In die uploads. Dus, dit is een proefprojectje. En dan maak ik dus eigenlijk... dan probeer ik een kleine anime te maken. Om te kijken van, joh, is het echt tijdsbespeeld? Als je naar die onderste gaat, ja. Om te kijken of dit... deze is wat groter. Om te kijken of dit nou echt wel werkt. En dit is allemaal in Blender gemaakt. De achtergrond is gewoon handgeschilderd. Het is met Blender internal. Maar het zou in Cycles kunnen. En nou ja, dat gaat dan in wijze over meisje, die leuke dingen. Deze heb ik gemaakt voor de 2014 bespreking. Toen heb ik namelijk zitgeluid op. Ja. Ja. Deze heb ik gemaakt voor de 2014 speech die ik hier heb gehouden over NPR. En toen hadden we een discussie. Toen hadden we een discussie met Ton. Dat ging namelijk over NPR in Blender. En dan vooral van, joh, hij wilde graag Blender internal houden. Nou, dat weten we nu inmiddels al. Die gaat eruit. En we zijn aan het kijken voor een nieuwe oplossing. Dus of een eigen engine. En ik had gehoopt op Eevee te kunnen gebruiken. Om daar OpenGL dat te kunnen gebruiken. Zelf dus eigenlijk programmeren. Maar ik weet al dat ze daar al van afgestapt zijn. Van dat je dus niet je eigen shaders kan opbouwen in OpenGL. Want dat zou voor ons dan fantastisch zijn geweest. Overigens, dit heb ik allemaal niet gemaakt. Dit is door anderen gemaakt. Ik heb wel het filmpje samengesteld. En... ja, dan zie je dus eigenlijk dat Blender meerdere dingen kan. En ik ben erg benieuwd. Ja, die laatste is een robotje. Ook ik doe wat met science fiction. Maar goed, ze, van waar ik vooral... dat is een vrij simpele. Nee, waar ik vooral naar kijk is van hoe je dus eigenlijk de animatie daarin kan... ja, 2D en 3D goed kan combineren. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dus ik zit op een hele andere hoek. Okay. Je bent ook best wel geïnteresseerd in wat Daniel zei dan. Ja, klopt. Dus ik zal hem straks ook wel even bespringen, om het zo maar te zeggen. Van, joh, want hij riep iets waarvan ik zeg, oké, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Maar volgens mij gaat dat het namelijk niet redden. Waarom zit ik hier in deze hoek? Ik heb vorig jaar ben ik naar Japan geweest, Tokio. Heb ik ook met een animator gesproken. Ik doe ook wat met Kickstart dingetjes. En nou ja, ik bemoei me tegen een heleboel dingen aan. Een van de dingen waar het om draait, is waarom 3D gebruiken in animatie. Of dat nou cartoon is of wat dan ook. Het ziet er vaak niet goed uit. En dat heeft met de schaduwen te maken. En het ook, dat kan je ook voor helpen. Maar dan nog is het van, als je dus in wezen 2D wil gaan automatiseren. En eigenlijk met minder tijd hetzelfde gaan doen. Want dat is waar het om draait. Het gaat eigenlijk om de punica, het geld. Van door er dus eigenlijk zeg maar minder tijd in te stoppen. Ja, dan kan je dus eigenlijk meer geld overhouden en daar je mensen beter van betalen. Want dat is op dit moment een groot probleem voor veel artiesten van die dus in 2D-gebied zitten. Van ja, ze krijgen niet echt goed betaald. En daarom verdwijnt het allemaal naar de Filipijnen en dat soort landen. Omdat het daar gewoon goedkoper is. Niet meer dan dat. Maar de vraag is, ja, is dat wijs? Ja, nee. En willen we niet een goede animatieindustrie hier ook in zeg maar Europa houden? Frankrijk is er ongelooflijk sterk in. Ja. Oké, dit was het even. Ook voor jou misschien Dylan's speech, ook wel interessant. Hij doet ook veel met anime 3D Blender en dus, animatie. Ja? Dus. Oké. Die... hij komt vandaag ergens, Dylan Goo. Oké, goed. Dankjewel. Ja? In de microfoon is... 2D-animaties. Heb je daarvoor niet met Mo gewerkt voor 2D-animaties? Nee. Dus het is voor jou... Is juist Blender de instap naar 2D-animaties? Ja. Oké. Feitelijk wel. Ik ben begonnen in... Want de meeste... Oh.
Ja. Okay. Voor het antwoord de microfoon teruggeven. Ja, even, ik ben begonnen in 3DS Max. 3DS Max is op zich een prima pakket om in de 3D-wereld te komen. Het is ook een van de industriestandaarden, zoals iedereen weet. Van, voor vooral de animatie-industrie hebben ze Pencil Plus, wat eigenlijk het gelijk is aan Freestyle. Dat was er echter 10 jaar geleden nog niet. En ik ben er de laatste 4-5 jaar eigenlijk pas mee begonnen. Je ziet dat de hele wereld is op dit moment aan het pionieren. Want zo noem ik het ook. Om dus eigenlijk 3D naar 2D te gaan brengen. En dat heel goed en mooi te maken. Nee, ik ben niet met Moho begonnen. Maar als je kijkt naar dus de mogelijkheden van de meeste pakketten. Blender is op dit moment één van de betere. En Max is goed, maar nog niet goed genoeg. Pencil Plus is wel heel goed, maar ook een redelijk. Je moet er ook iets voor betalen. En dat is meestal al het struikelvlak. Ja, je begint ergens. Hè, de meeste mensen beginnen hier ergens. En je wil daar niet gelijk al €3000 voor neer gaan leggen. En dat is dus eigenlijk van waarom Blender. Daarom ik me hard maak om dus Blender ook op het 2D-niveau wat beter te krijgen. Mooi, dank je. Ik ben Simone Lipschitz. Ik ben van het grafisch vak, grafisch vormgever, naar webdesign gegaan. Heb webdevelopment ook en wilde al heel lang iets doen met animatie. Ik ben inderdaad met Moho begonnen, 2D. En iets om te laten zien ook ondertussen? Ik kan niks geanimeerd laten zien, maar ik kan wel mijn website laten zien. Ja. SimoneLipschitz.nl of .com, dat maakt niet zoveel uit. LIP, niet liep. Ja, SCH, ITZ. En dat is hoofdzakelijk mijn schilder- en tekenwerk. En ook wat design. Nou, doe maar de larger screen. Dat is nog wat vroeger. Je kan gewoon op alles klikken. Dit soort werk. Welkom. De bedoeling is, ik ben heel erg met expressie en met beweging bezig. En dat had altijd mijn interesse. En daardoor wil ik ook iets, wou ik in animatie gaan en heb sinds een paar jaar de mogelijkheid met mijn computer dat ik ook Blender kon gebruiken en allerlei andere 3D-programma's. Ik ben begonnen met ZBrush en ik heb verschillende animatieprogramma's gebruikt. En ben een half jaar geleden weer teruggegaan naar Blender, omdat ik daar alles kan samenvoegen. Ik kan daar inderdaad met Grease Pencil mijn animatics maken. Ik kan gewoon in het programma blijven om alles te doen. En ik heb gewoon jaren heen en weer gaan van het ene programma naar het andere. En uiteindelijk vind ik nu Blender zoals het nu is echt geweldig voor mij. En ik ben heel erg nieuwsgierig naar de verdere ontwikkelingen. Want dan ben ik vrij om te doen wat ik wil maken. Ja. Ik ben met een drietal projecten bezig. En misschien het eind van het jaar dat ik ook iets kan publiceren. En ik ben iets voor een klant bezig, maar dat kan ik dus nog zeker niet laten zien. Dus dat is het. Nou, wij zijn benieuwd. Dankjewel. Misschien is de portfolio geladen trouwens? Oh, kijk. Je portfolio is geladen. Best mooie dingen. Ondertussen, want ik heb ook geen site. Mijn naam is Sebastiaan van Vliet. Ik ken Blender al een aantal jaar. En ik,
Ik ben zelf geen echte hardcore gebruiker, dus ik ben geen visual artist. Maar ik werk vaak samen met mensen die behoefte hebben aan visualisatie van data of gegevens. En dan probeer ik daar Blender te pluggen. Ik heb een project gedaan bij de spoorwegen, waar we bezig zijn geweest met inscannen van het spoor, van de omgeving van het spoor, om daar 3D-modellen mee te maken. En op dit moment ben ik betrokken bij een project van de Vrije Universiteit van Amsterdam, om te kijken naar scannerdata van MRI-scans en CT-scans, om te kijken of je die data in Blender kan importeren, om chirurgen dan meer informatie te geven voor het werk wat zij doen. In de tijd dat ik nog in het ziekenhuis werkte, heb ik Blender gebruikt om 3D-reconstructies te maken van patiënten. Zowel harten als alle andere organen in het lichaam. CT is makkelijker, want daar staan ze keurig netjes gestapeld. In de MRI staan ze in allerlei rare dingen erdoorheen. Maar goed, ook dat lukt uiteindelijk. Dus die dingen kunnen wel, daar heb ik wel wat ervaring mee. En overigens, ik zag net dat op mijn Twitterfeed staat nog wel een foto van een van de dingen die ik gemaakt heb met uiteindelijk in Blender. Dus moet je waarschijnlijk zoeken naar Bytehower. Bytehower? En hier heb ik wat andere vaasjes die ik ook heb. De vaasjes die daar staan, die zijn ontworpen in... Ja, die zijn met hand gemaakt, maar de vaasjes die er op de twee daar staan, daar, die zijn ontworpen in Blender. En ik heb hier nog 3D geprint andere vaasjes waar ik op dit moment aan bezig ben. Ja, ah, cool. Ja. Ik dacht net voor de mensen die Meetup überhaupt nog niet kennen, kunnen we even laten zien hoe... ja, je kan ze wel rondgeven. Leg me hier. Techniek. Dus we doen eigenlijk voor degene die net binnen is gekomen van de meetup waarvoor we hier bij elkaar zitten. We hebben eigenlijk een meetup in Amsterdam die we zo'n 4-5 keer in het jaar bij elkaar komen. Met voornamelijk Blender mensen, maar ook gewoon soms 3D mensen of mensen die helemaal niks mee hebben, maar geïnteresseerd zijn of iemand die meekomt. We hebben eigenlijk gewoon wat als we nu hebben gedaan. We laten elkaar zien wat we hebben gedaan sinds de laatste keer. Of wat je überhaupt doet voor je werk. En daarna dan is er een moment voor dat de vragen gedeeld kunnen worden. We geven wel eens workshops. Af en toe hebben we een uitje naar de 3D Print Lab of Virtual Reality of weet ik wat. We hebben gewoon steeds evenementen die we organiseren. En al die dingen die komen eigenlijk via meetup.com. Komen ze beschikbaar. Dus als je naar meetup.com gaat en dan Amsterdam Blender Meetup zoekt, dan kom je bij onze pagina. En als je een account aanmaakt, kan je dus aanmelden bij de groep. En dan krijg je een berichtje of een mailtje, als je dat aan hebt staan, over wanneer er weer een meetup is. Dat proberen we te doen. We zijn zelf ook niet de meest plannende mensen. Dus we zullen er beter op letten en meer ons best doen. Je geeft dan aan van ik kom of ik kom niet. Ik neem mensen mee. Zorgen jullie ook dat er genoeg developers aanwezig zijn? Sorry. Gaan jullie ook zorgen dat er genoeg developers aanwezig zijn? Nou, dus zodat wij onze wensen... Als hij komt, dan heb je in ieder geval Ben je meestal aanwezig? De mensen van de instituut komen niet heel vaak langs, want die hebben het vaak heel druk en die zijn dan heel moe als ze s'avonds Dat sowieso. En het is een tijd lang geweest dat de meetups altijd op vrijdag waren. Ja. En op vrijdagavond hebben we bij het instituut, als er een open movie gaande is, altijd weekly. Dus daar kan je ook langskomen. Ja, ook heel leuk trouwens. Vrijdagavond. En inderdaad, gewoon als het iets langer van tevoren aangekondigd wordt, zo'n meetup. Ja, dan kan je het Ja. Oké. Wanneer is de volgende Mieke? We hebben er nu nog geen gepland. Dat gaan we denk ik misschien dit weekend nog wel even over zitten. Maar, voor het einde van het jaar. Dat nog wel. Voor de kerst aan. Ja. Oké, iemand nog iets delen? En dan vragen?
jullie deelnemerslijst. Is die op de een of andere manier openbaar of via jullie te benaderen? Stel dat je dat ik zeg van ik heb een probleem met rigging. Hebben jullie iemand kennen jullie iemand binnen de club die daar erg los op is? Je kan sowieso. Je kan, volgens mij kan je gewoon zien wie er ingeschreven in is. Je kan berichten plaatsen op de site. Maar de vraag is of iemand die echt dan leest. Want die moet dan ervan kijken. Maar sowieso, als je bij een meetup bent geweest. Staat er ook op wie er is geweest. En je krijgt altijd nog een mailtje na van good to see you. En dan kan je nog contact opnemen met iedereen. Van oh ja, dat was die en die. Dus ja, via de site is er dan ook weer genoeg mogelijkheden. Om weer in contact te komen met mensen. Een alternatieve bron van mensen is Blender Network. En dat, daar kan je gewoon zoeken op skillset, op regio. Dus dan kan je ook met mensen in contact komen. Ja. Oké, dan ronden we het hierbij af. Dus ik wens jullie allemaal nog een... wil je nog iets zeggen? Nou, allemaal nog een fijne conference toe. We gaan nu weer Engels praten. Maar ja, bedankt.